Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 16 november. Het is bewolkt in Nederland en er valt van tijd tot tijd regen, en voorlopig komt er weinig verandering in. Ook vanavond de dus periode met regen. Morgen overdag wordt het tijdelijk wat droger, maar later op de dag wordt het bijzonder onstuimig. In de avond gaan er dan ook zware buien vallen en neemt de wind flink toe. Vandaag staat er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Langs de kust is de wind nog af en toe hard. In de avond en nacht komt daar niet zo heel veel verandering in. Morgen wel, dan trekt de wind aan en in de avond komt er een stormachtige wind te staan langs de kust. Mogelijk komt het zelfs tot storm, en dat is windkracht 9. Uit het zuidwesten waait die wind. Ook kunnen er zware windstoten gaan voorkomen van zo'n 100 km per uur langs de kust. In het binnenland over het algemeen windstoten tot zo'n 80 of 90 km per uur. De piek van de wind is in de nacht van dinsdag op woensdag. Woensdagochtend neemt dan geleidelijk aan de wind iets af. Nou, vanavond is het dus betrekkelijk rustig met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Wel is er veel bewolking en regent het van tijd tot tijd bij temperaturen tussen de 11 en de 13 graden. Vannacht blijft die temperatuur erg hoog en ook de wind blijft gewoon doorstaan. Ook valt er nog steeds van tijd tot tijd regen. Morgenochtend wordt het wat minder met de regen, kan er nog wel een enkele bui overtrekken en heel misschien zit er nog een klap onweer bij temperaturen zijn hoog morgen tussen de 14 en 16 graden in het zuiden van Limburg. In de middag overwegend droog, maar later in de middag dan komen er weer nieuwe buien vanuit het westen. En dat zijn stevige buien. Ook gaat het dan flink waaien. Er komt een krachtige tot stormachtige wind te staan uit zuidwestelijke richting. En langs de kust later mogelijk ook nog enige tijd storm. Windkracht 9. Ook de dagen erna zien er nog bijzonder wisselvallig uit, met weliswaar iets minder wind, maar evengoed toch nog wel flink wat wind. Af en toe hard langs de kust. Temperaturen woensdag zo rond de 12 graden, donderdag is het weer vrij zacht met 14 graden. Van donderdag op vrijdag gaat er wel iets veranderen. De wind die draait naar het noordwesten en vrijdag wordt het dan minder warm. De maximum temperatuur ligt tussen de 9 en de 10 graden en ook vallen er een aantal buien. Wat verder opvalt is dat die kou doorzet in het weekend. Maximum temperaturen komen dan niet veel verder dan zo'n 7 tot 8 graden. In de nachten komen we ook dicht in de buurt van het vriespunt. Het wordt dus echt wat frisser vanaf het weekeinde. Er vallen ook nog wat buien in het weekeinde en mogelijk valt er op zondag heel lokaal een natte sneeuwbui. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.